Voor mij gaat Break Free over het leven en niet over het drama of de dood die erop volgt. Break Free gaat juist over het vieren van het leven, over openen. Het gaat over ontvankelijk worden voor het leven. Het gaat over het aangaan van het leven. Op de reizen die onze hoofdpersonen maken, gaat het uiteindelijk, eindigt het met een drama of met een moment dat iemand komt te overlijden. Maar wat we willen laten zien is het proces van het leven wat die persoon heeft gevierd tot dat moment. En wat er gebeurde, welke ontwikkeling iemand heeft doorgemaakt, welk proces iemand heeft doorgemaakt. En laat dan die hoofdpersonen die wij belichten, laat dat dan een voorbeeld geven voor degenen die op zoek zijn naar zichzelf, op zoek zijn naar de zin van het leven of jong zijn en niet weten wie ze zijn of wat ze willen worden. Laat deze mensen dan die reis hebben gemaakt ook voor jou als zoekende. Dan kan je wellicht denken, break free, jongen die op reis gaan, komen te overlijden op reis, tijdens een ongeluk of wat dan ook, een drama. Ik ga nooit meer reizen, want het is gevaarlijk. Laat ik het zo zeggen. Reizen is helemaal niet per definitie gevaarlijk. Maar wat wel belangrijk is, is om gevaar in acht te nemen. Dat kan zijn door bewust te zijn van de gevaren. Maar ga niet met angst en beven op reis, want dat is juist een slechte raadgever. Als je angstig bent, dan reageer je in bepaalde situaties juist niet goed op gevaar. Ik denk dat waar je wel bewust van moet zijn, is bijvoorbeeld verkeer. Wat ik zie de afgelopen jaren, bij het maken van Break Free, zie ik dat ontzettend veel jongeren, als er iets gebeurt, dat het te maken heeft met verkeer. Ongelukken in het verkeer. Dus wees bewust bijvoorbeeld bij wie je in de auto stapt. Wees bewust naar aanleiding van wie of wat je ook in de auto stapt. Het kan zijn dat je inderdaad op een feest bent geweest en het is leuk geweest en er is alcohol in het spel. Probeer dan op ten alle tijde toch het bewustzijn op te brengen om daarvan weg te blijven. Ik denk dat het goed is om aandacht te geven ook dat als je ergens bent om te weten bijvoorbeeld waar een ziekenhuis is. Ik zou altijd zorgen dat je weet wie je huisarts is als je op reis gaat. Dat je daar een telefoonnummer van je bij je hebt die weet wie jij bent. Dus dan zorg je altijd dat als er iets gebeurt, dat de arts waarbij je terechtkomt contact kan leggen met je huisarts. Als jij voelt dat iets niet oké is, stap dan uit die situatie. Dat kan zijn dat je misschien met iemand meegaat of dat je wordt meegevraagd. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld in een ziekenhuis terechtkomt met een kwaal of met iets met wat er is gebeurd en het voelt niet goed. Dan zou het zomaar kunnen zijn, omdat je niet goede verzekeringspapieren kan overdragen of overleggen, dat ze zeggen, nou, het komt wel goed, er is niks aan de hand. Als jij voelt dat het niet goed zit en dat voel je bij jezelf, dan moet je niet laten wegsturen. Dan moet je echt tot op de bodem uitzoeken of het echt oké is. En hou contact ook op zo'n situatie met je huisarts. Better safe than sorry. Dat is in zo'n situatie echt belangrijk om te weten. Soms kom je wel eens op plekken waarvan men zegt dat het heel gevaarlijk is. Soms wordt het ook gezegd over plekken in Nederland. Dus als je in het buitenland bent, dan denk je van, nou, dat valt wel mee hier. Tegenovergestelde kan ook waar zijn. Dat mensen zeggen, oh, het is een hele leuke plek. Terwijl je denkt dat, weet je wel, alles er goed uitziet en heel erg zonnig is bijvoorbeeld en dat je denkt van, oh, perfect. Dan nog steeds kan zo'n plek gevaarlijk zijn. Dus laat je daar niet verleiden van, oké, dat is goed of dat is fout of dat is veilig en dat is onveilig. Iets wat ontzettend belangrijk is, als je jong bent, en dat kan ik echt onderschrijven ook uit mijn eigen ervaringen toen ik zelf jong was, is overmoed. Ik ben zo vaak heel erg overmoedig geweest en dat hoort ook bij een jonge leeftijd. En dat is ook te gek, want door overmoedig te zijn kom je ook in aanraking met allerlei avontuur dat interessant is. En allerlei avontuur dat je ontzettend veel inzichten heeft gegeven. Maar overmoed om te laten zien hoe stoer je bent of hoe stijl de rots is waar je toch net even voor jezelf overheen kan, je hoeft het niet te doen. Het is al goed zoals het is en ik geloof heel erg in je bent stoer zonder stoer te doen. Als je jong bent, dan is het volstrekt logisch om ook lekker met je backpackie ergens te gaan slapen waar misschien de luxe wat minder is. En dat is juist heel erg fijn om op dat soort plekken ook te zijn. Kan je in een krakkemikkig hotelletje terechtkomen, check dan toch heel eventjes, weet je, koolmonoxide, vaak zijn er geen melders. Doe je raampje lekker open. Toch verstandig. Misschien wel de allerbelangrijkste. Je vergroot je veiligheid volgens mij door heel veel vrienden te maken. Wees aardig. Zorg dat je mensen om je heen hebt die zich om je willen bekommeren. Een van de mooiste dingen die dat oplevert is vanuit dat soort ontmoetingen dat je vrienden voor het leven kan maken. En een van de fijnste dingen is dat je daardoor ook een veilig gevoel kan creëren bij jezelf. En als er iets gebeurt,
kan je op mensen terugvallen. Wie wil dat nu niet? Je rugzak pakken en Nederland achter je laten. De wereld ontdekken, je grenzen verleggen en nieuwe culturen ervaren. In Break Free vertellen we de verhalen van jonge mensen die de reis van hun leven maakten, maar helaas niet zijn teruggekeerd. Ze worden nog elke dag gemist door ouders, familie en vrienden. Nog steeds praat ik in de tegenwoordige tijd over een passie van gewoon leven. Dierbaren maken nu hun laatste reis opnieuw. En vrienden en familie praten over hun geliefden, over levenslessen, worstelingen en geluksmomenten. Want de mooiste manier om iemand te eren is het verhaal van hun leven te delen.